Dag Sinterklaas, ik ben blij dat we er zijn. We hebben een klein lusje omgevaren. Maar zoals je ziet, ik heb de Pieten bij. Daar zitten ze. En wij gaan jou helpen inpakken en een cadeautje brengen. Dat is toch wel heel erg fijn. Kom het toch nog goed in Udenhout en een biezenmortel. Sinterklaas, hoi, ziet u dat? Slaappiet neemt Robotpiet mee. Hoe, waar gaat die dan nog weer naartoe? Weet ik niet. Ik denk dat we een probleem hebben. Ja, dat zal toch wel goed komen, denk ik. Hè? Sinterklaas is op zoek naar jou, want je moet ervoor zorgen dat de schoenen die de kinderen klaar hebben gezet, gevuld worden met cadeautjes en pepernoten. Ja, maar dat komt helemaal in orde. Dat komt voor de bakker. Robot Piet, als jij eens naar de oefenstraat gaat en dan even gaat oefenen met het vullen van de schoentjes van de kinderen. Slaap Piet, we hebben een probleem. Robot Piet die loopt in de oefenstraat en hij haalt de schoenen niet leeg, hij trapt de cadeautjes plat en hij bezorgt chocoladeletters op het verkeerde adres. Dan moet ik hem gaan helpen. Hoi kinderen, hier zijn we weer met een nieuw Sinterklaasjournaal. We gaan vandaag weer eens kijken hoe het staat met Robotpiet en Slaappiet. Zeg Robotpiet, zou je een beetje kunnen lachen alsjeblieft? Robotpiet gaat lachen, ha 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 ha, dank u wel. Maar Robotpiet, wat is er eigenlijk met je aan de hand, alsjeblieft? Robotpiet kan helemaal niets, hij kan geen kinderen blij maken, hij... Hij kan niet over daken lopen, hij kan niet pepernoten strooien, dank u wel. Maar Robotpiet, jij kunt toch prima zingen alsjeblieft? Robotpiet kan niet zingen, zit er klaskapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u wel. Nee Robotpiet, dat is inderdaad niet het beste wat ik ooit gehoord heb. Maar hé, je bent wel mijn allerbeste vriend Robotpiet, wat zou jij nou het allerliefste willen alsjeblieft? Jij bent ook mijn beste vriend Slaappiet. Robotpiet wil het allerliefste één echte Piet worden van vlees en bloed en het grote geheim van de Pieten weten. Dank u wel. Als dat is Robotpiet wat jij wilt, dan moeten we naar Sinterklaas. Want die kan ons er vast bij helpen. Laten we gauw naar Sinterklaas gaan, alsjeblieft. Oké, we gaan naar Sinterklaas. Dank u wel. Nou liepen daar weer die twee Pieten met dat kistje. Ik ben toch wel heel benieuwd waar die naartoe gaan. Laten we ze eens even volgen. Ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn, maar we gaan het in de gaten houden. Ja, Sinterklaas. En nu wil Robotpiet een echte Piet worden van vlees en bloed. Zo, Robotpiet. Wil jij een echte Piet worden die over de daken kan klimmen, kan huilen en lachen en het grote geheim van de Pieten gaat leren? Alsjeblieft. Ja, Sinterklaas, als dat niet te veel gevraagd is, graag. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Je hebt wel een trainer nodig die dat jou gaat leren. En ik denk een goede persoonlijke trainer voor dag en nacht, ik denk dat Slaappiet dat wel heel goed zou kunnen. Maar we hebben wel een probleem, want je hebt ook een hart nodig. Want een hart heb je nodig om te huilen en te lachen en de verhalen van de kindjes te horen. En met dat hart denk ik dat het beste de kindjes van Udenhout en Biezenmortel jou kunnen helpen. Dank u wel, Sinterklaas. Moet ik ook even een flesje hebben? Moet in een kistje zitten. Ja,
En Slaap Piet, jij gaat dadelijk wel met Robot Piet weer de cadeautjes rondbrengen bij de kinderen. Jawel, Sinterklaas. Ja, lieve kinderen, als jullie vanavond de schoen mogen zetten, willen jullie dan wel met je papa's en mama's een briefje op de voordeur hangen met je naam erop, zodat Robot Piet jullie weet te wonen. Alsjeblieft. Nou kinderen, jullie worden wel aan het werk gezet. Kleur of versier een hart zo mooi mogelijk, want al die harten worden samen verzameld, speciaal voor Robot Piet. En mag je nou je schoen zetten? Zorg dan dat je je naam naast de deur of op het raam hangt, zodat Robot Piet precies weet waar je woont. En nu is het tijd voor iets heel anders, want we hebben een speciale gast. Hi Piet, welkom in de studio. Ja, dankjewel Sabine. Nou, we hebben een aantal vragen van de kinderen gekregen en die wil ik graag aan jou stellen. Tjeu, die wil heel graag weten hoe Zwarte Piet nou binnen kan komen als er geen schoorsteen is. Ah, dat is heel gemakkelijk. Maar daar mag ik niks over vertellen, want dat is het grote Pietengeheim. Oh, daar had Robot Piet het ook al over. Ja, en een geheim mag je natuurlijk nooit verklappen. Nee, dat is logisch. Nou, de volgende vraag dan. Van Ilse uit Biezenmortel. Zij wilde de schoen van haar vader neerzetten in plaats van haar eigen schoen. Maar de volgende ochtend zat er helemaal niks in. Ja, dat klopt. Je mag alleen je eigen schoen klaarzetten en niet die van een ander. Ah, oké. Okay. Nou, het was te proberen, toch? Ja. De volgende vraag is van Boris. Die dacht heel slim te zijn, want die heeft afgelopen nacht bij zijn schoen gewaakt. Hij had de tablet van zijn moeder vast om een foto te maken van Piet, maar hij is toch in slaap gevallen. En de volgende ochtend werd hij wakker en toen zag hij op zijn tablet een foto van het slapende Boris met nog net de hand van Piet erop. Ja, inderdaad. Dat is de hand van Foto Piet. Die maakt altijd graag grapjes. Dat is leuk, toch? Ja. Dan heb ik nog een vraag van Evie. Jullie doen natuurlijk aan Pietergym om de conditie op peil te houden. En nou weet ik toevallig dat jullie altijd naar de Megosport gaan op de Kruidmolenstraat. Het is weer tijd voor de Pietergym. Trainen jullie mee? Hoi Pieter, welkom. Wat kan ik voor jullie helpen? Wij komen hier om fit te worden. Fit te worden? Fit te blijven? Fit te blijven, sorry. Kom maar gauw mee, dan zijn jullie het goede adres. Ja. Ik doe alleen maar lichte oefeningen, want ik hoef het dak niet meer op. Oh nee, natuurlijk. Nee, dat maakt het wel makkelijker. Ik snap het. De laatste vraag is van Abdul. Abdul wil heel graag weten of er nou nooit eens ongeluk is gebeuren als jullie in huis rondlopen. Oh, jawel hoor. Soms dan stoot een Piet wel eens een vaas om. En als die dan kapot valt, dan komt Lijnpiet langs om met zijn onzichtbare lijn alles weer in elkaar te zetten. Wauw. En dan zie je er helemaal niks meer van? Niks meer van. Wat gaaf. Nou, dankjewel Huispiet. Graag gedaan. Dan ga ik weer snel naar Sinterklaas, want er is nog genoeg te doen. Ja, dat geloof ik. Oké, tot ziens. Dag hè. Dag. Nou, dan gaan wij ondertussen naar Robot Piet kijken, want die is natuurlijk hard op weg om een Piet van vlees en bloed te worden. Zie eens op de stoomboot uit Spanje. Nou, zo te zien krijgt Robot Piet zangles van een koor in Udenhout. Laten we eens even gaan kijken hoe het er verder aan toe gaat. Waaien de rimpels alweer en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons steeds toe. Wie zoekt is krijgt lekkers, wie stout is de roep. O lieve Sint-Nicolaas. Thank you.
inderdaad gaat goed met Robot Piet. Hij is hard op weg om een echte Piet van vlees en bloed te worden. En zijn jullie ook al goed bezig met de hartjes voor Robot Piet? Onze razende reporter Pieter komt deze week vast nog even bij jullie op school langs om te kijken hoe het ermee staat. Heel veel succes en ik zie jullie snel weer. Rommel de bommel, wat een gestommel, hoor ik me daar op de zolder. Rinkel de kinkel, wat een gerinkel, wat een geholder de bodder. Dat is Sinterklaas met zijn vriend Pieter Baas. Die zijn weer uit Spanje gekomen. Ze hebben weer zakken en manden en pakken vol lekkers en moois meegenomen. Ze gaan met gemak met hun paard op het dak. Geen regen of wind kan hen hinderen. Ze vragen meteen door de schoorsteen dan heen. Zijn hier ook nog stoute kinderen? Nou? Oké, kids, zijn we er klaar voor? Dit is de Pieter Megadans. Hop gelet. Ga klaarstaan. Benen wijd. Voeten naar buiten. Dit is al een beetje een maffe houding, maar dat past wel bij de Pieter Megadans. We gaan dansen! Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde. Hop, gelet. Ga klaarstaan. Klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Benen wijd. En borst naar voren. Borst naar voren. Dit gaat al supergoed. Opgelet, want daar komt ie. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde. Opgelet, opgelet. Ga klaarstaan. Klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. En naar voren. Borst naar voren. En armen omhoog. Armen omhoog. Ja, doe je armen heel goed omhoog. Zo hoog als je kan. Nog veel hoger. Ha, ja, goed zo! Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde. Hop, gelet. Hop, gelet. Ga klaarstaan. Klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. Borst naar voren. Armen omhoog. En maak een mijter. Maak een mijter. Nou, daar is hij dan. De mijter van onze grote held. De enige echte Sinterklaas. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde. Hop, gelet. Hop, gelet. Ga klaarstaan. Klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. En voeten naar buiten. Armen omhoog. Armen omhoog. Maak een mijter. En trek een gekke bek. Trek je aller, aller, allergekste bek. Dat kan nog veel gekker. Ja, daar gaat ie. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde. Hop, gelet. Hop, gelet. Ga klaarstaan. Benen wijd. En voeten naar buiten. Voeten naar borst naar voren. Borst naar voren. Armen omhoog. Maak een mijter. Een gekke bek. Nu hard gillen. Wow, wat kunnen jullie hard gillen zeg? De Pieter Megadans. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in de ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde nog een keer. Dans, dans, dans. Op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde. En klaar.